Een hele goede morgen. Tenminste, ik hoop voor jullie. Ja, de actie is geweest en het is chaos. Ja. Het is echt chaos en dit hadden we niet verwacht. Dit is even een extra vlogje wat we tussendoor opnemen op de dag zelf. Ja. Dus voor ons maandag. Ik zal hem maar even bijpakken. 18 november. Ja, dus deze vlog komt ook meteen online. Die ga ik zo snel mogelijk ook straks editen. Maar we willen jullie meenemen met ook de negatieve dingetjes. Ik gooi eventjes wat weg. We moeten eventjes het verhaal bij het begin uitleggen. Wij zijn een actie begonnen. Heel vet. Ja. We hebben gedaan voor de kijkers, voor onze klanten. Omdat we pas net begonnen zijn met onze webshop. Vond het heel erg vet om een lijpe kortingsactie te doen. En die kortingsactie hebben we nog nooit gedaan. En de kortingsactie was 20% minimaal op alles. Ja, en dat is echt mega veel, omdat wij al de goedkoopste van Nederland zijn. Min nog eens 20%. Ja. Niet wetende dat het zo'n succes zou zijn, want we hebben het een week lang gedaan. We wilden iedereen de kans geven om te bestellen. We hadden niet verwacht dat er heel erg veel bestellingen kwamen. Het zou onze Black Week moeten zijn. Van plaats de Black Friday, gewoon de hele week 20% minimaal op alles. Ja, alleen wat is er nu gebeurd? Maandag kwamen er heel veel orders binnen. Iets meer dan normaal. En dat is niet zo heel erg. En dat ging best wel prima. Sorry daarvoor, dat ik je sloeg. Maar ik was even nog bang dat je pijn in je pols had. Dus het ging even om... Het probleem is dus, dinsdag kwamen superveel orders. Ja. Woensdag, niet normaal. Donderdag, nog meer. Ja. Vrijdag, nog meer. Zaterdag, nog meer. En zondag, nou ja, de laatste dag, nog meer. Ja, het was echt recordomzet op recordomzet op recordomzet. En dat zou niet heel erg moeten zijn als je verdienste er ook naar is. Alleen, zoals jullie weten, we hebben deze actie gedaan. Nou, ik ga jullie er niet mee last, want hebben jullie al 100 keer gehoord van ons. We hebben nu een probleem. Ja. En het probleem ligt bij ons. We hebben een fout gemaakt. Ja. We hebben het onderschat. We hadden het onderschat. En niet alleen ons, want ook bij de inpak. Die zijn natuurlijk druk bezig met de verhuizing. Maar ook hun zeggen, jongens, het is gewoon echt veel te veel, te veel, te veel. Dus het is allemaal paniek. Het is, jongens, we moeten dit regelen. Dat moet er geregeld worden. Dus we zijn van alles proberen te regelen. Ja. Er komen nu allemaal vlogs aan waar ons hier nog een beetje relaxed zit. Want wij zitten namelijk een week vooruit te werken. We lopen lekker vooruit. Dus wij zijn helemaal blij. En zelfs daar laten we nog zien, jongens, er is een nieuwe pallet bezorgd. Ja. Pak de actie mee. Ja. Nou, dat is dus nu voorbij. Dat is al voorbij. En we zijn een beetje, we willen niet zo overkomen, jongens, een beetje groot praat, een beetje stoer, maar achter de schermen allemaal chaos. Dit hoort er ook bij. We vertellen alles over ons bedrijfsleven. Wij zijn Sven en Koen Vlogs, niet ons privéleven. Dat we met onze vrienden ergens naartoe gaan of dat we aan het koken zijn, wat dan. Nee, het is onze zakenleven. En daar vertellen we de positieve dingen, maar ook de negatieve dingen. Dit is dan zo'n vlog die waarschijnlijk best wel veel bekeken wordt, omdat het negatief is. Recensies gaan slecht en terecht. Mensen wachten vet lang op hun pakketten. En terecht. Ja, en terecht. Gewoon, dus de 13 november was de actie. Nou, dat was die maandag. En zelfs vanaf... Nee, 11 van de 11 was de actie. 11, Sint Maarten inderdaad, was de actie. En er zijn gewoon mensen die van de 11e hebben besteld. En die hebben hem tot de dag van vandaag nog steeds niet binnen. Nee, het is gewoon zo. Dat is heel spijtig. Ja, en die mailen ons klantenservice. Maar dat zijn honderden tot duizenden mails. We kunnen dat niet meer aan. Wij proberen zelf nu ook te ondersteunen met de klantenservice. Bij de inpak is alleen maar een inpakken. Ja. Wat is er nu een probleem? De doosjes zijn op, dus we gaan nu als spoed de doosjes halen. En door die actie, mensen hebben gewoon 80 blikken besteld, 20 zakken chips, zoveel. Dus we hebben ook grote dozen nodig. Ja, en dat hadden we nooit zo verwacht. Er zijn mensen die bestellen voor 200 tot 300 euro aan snoep. Dat hadden we normaliter, hadden we dat nooit. Ja, 1 keer in de maand. Ja. Maar dan was het niet zo'n probleem. Nee. Maar nu hebben we gewoon echt zulke grote dozen nodig. En die hebben we niet. Nee, dus we hebben een fout gemaakt. We hebben het onderschat. Het succes gaat ons voorbij. En dat is positief als het verdienst er ook naar is, maar dat is het ook niet helemaal waard. Dus dit soort acties gaan we niet meer doen. Dit is gewoon niet te doen. Nee, dit is niet meer leuk. Nee. Er is een hele kleine winstmarge natuurlijk, verdienen we er iets aan, maar het is gewoon de chaos. We dachten natuurlijk de klanten binnenhalen, nieuwe klanten. Maar ja, als je bestelt en je moet een week wachten, zou ik ook denken, hey, laat we gaan maar, niet meer bestellen. Het kost ons alleen maar klanten. Ja. We hadden het misschien voor een dagje moeten doen. 1 dag een actie en dan klaar. En dan 1 Black Friday, niet een hele week lang. Nee. En we hadden de website veel eerder op slot moeten gooien. Maar wij dachten van, hey, orders, orders, orders. En ja, je komt in een soort van rush. Alleen nu krijg je alle problemen. Er staan meer dan 700 orders. Alleen vandaag nog open. Ja, dat is niet te doen. Nee, dat is niet best. Nee, het is niet best. Nee, dus onze excuses. Het is hartstikke vet om te zien natuurlijk. Maar ook die Trustpilot, jullie kunnen het zelf even checken. Zoek het maar op. En als je wel je pakketje binnen hebt en je bent tevreden, geef ons dan wel 5 sterren. Ja. Want Het gaat helemaal naar de kloten. Ja, want het hele probleem is, kijk, als iets positief is hoor je mensen niet, als het negatief is hoor je mensen wel. Nou, dat is vaak dus zo. Dus ben je positief, typ hem even in daar en gooi even een eerlijke review, want mensen noemen ons nu oplichters. Het komt niet aan en dit en dat. Maar terecht. Terecht, een week wachten, dat hoort echt niet. De leeftijd echt hoort 1 tot 2 werkdagen te zijn en geen week. In China op AliExpress heb je na een week binnen. Klopt. Dat is bij ons heel spijtig zo. Nee, dus we willen echt even op de blaren zitten en echt tegen jullie zeggen, we hebben een domme fout gemaakt. We hadden veel eerder moeten stoppen. We hadden er niet door moeten gaan. Het is echt onze fout. Onze excuses daarvoor. Maar ook dit hoort bij het bedrijfsleven. Ja, hier leren we fout van. Ja, we zijn met z'n tweeën. Hè? We zijn met z'n tweeën. Ja. Jij hebt geen ouders die enorme bedrijven hebben of heel veel vermogen. Mijn ouders hebben dat niet. Nee. Wij komen gewoon uit een, tussen haakjes, normaal gezin zonder ondernemingen. Wij zijn de enige in de familie die een onderneming zijn gestart. Die dat op deze manier doen. Ja. We gooien onszelf letterlijk de diepte in. En wij dachten, het komt wel goed en dit en dat. En maar bestellen, voor duizenden euro's. En ik denk ook, alles is bijna op daarvan. Ja, en het is gewoon, jongens, we hebben een fout gemaakt. Ja. En dus bij deze, excuses, sorry. Ik hoop dat jullie het kunnen waarderen als je nu nog eventjes wacht. Het is niet de normale gang. Kijk je nu deze video uit sensatie of omdat je hier toevallig terecht bent gekomen en denk je van, hé, ik heb besteld. Dat hoort normaliter niet zo lang te zijn als wat er op dit moment gebeurt. Deze actie willen we ook voorkomen om het niet meer te doen, mits we 18 man personeel hebben. Dan kan het. Die hebben we niet. Nee, dat hebben we niet. Nee, we hebben er 2 rondlopen en wij 2. Ja. En hun zitten ook met een verbouwing, verhuizing. Dus dat is allemaal even een heel lastig puntje daar. Ja, maar we gaan jullie wel meenemen op deze hectische dag. Dus we gaan nu per direct dozen halen. Omdozen. Want morgen komt er een pallet binnen. En vandaag zijn alle dozen al op. Ja. Dus vandaag gaan we ergens anders bij een andere partij halen. Wat ook weer hartstikke duur is. Wat we normaal niet doen. Maar ja, als je iets met spoed nodig hebt, is dat altijd veel duurder. Precies. En we hebben dat gewoon nodig voor jullie om zo snel mogelijk... 4 keer zo duur als normaal, heb ik uitgerekend. Ja, het is echt niet normaal. Maar we hebben het nodig en we gaan het gewoon oplossen. Dus als het ons geld kost, is ons probleem, niet hun probleem. Nee, hun moeten hun spullen hebben. Fixen. Ja. Nou, we zijn niet vrolijk, hè? Nee, met onze mooie Candy For You bus. Ja. Wat dan? Die hele bus ligt vol. Oh, inderdaad. Kijk of er wat past, want het zijn niet heel veel dozen. Ja, we zijn echt chaos. Ja, we gooien het er gewoon op. Nee, we hebben geen tijd, we moeten. Ja, laten we maar gewoon gaan en die doos daar opgooien, want zoveel is het niet. Hoeveel dozen zijn? Maar 100. Het zijn maar 100 dozen. Dat is alleen voor vandaag. We moeten het beter regelen, jongens. Alleen we kunnen dat niet op korte termijn doen en niet in paniek. Je kan niet in één keer personeel fixen of iets. En we hebben besloten in januari, dus wanneer even alle... chaos ook voorbij is met candy4you. Want we kunnen het wel aan, alleen we kunnen het niet aan op dit niveau. Nee, dit is next level. Dit zijn gewoon 700 orders in een dagje verwerken. Dat is niet te doen eigenlijk op zo'n locatie. Nee, en het zou allemaal kunnen, maar dan moet je daar wel echt op voorbereid zijn. Dat waren wij niet. Wij deden gewoon heel stom, lompe, gekke actie. En we wisten niet dat het zo succesvol was. We hebben het wel dik gepromoot natuurlijk, dus dat werkt wel. Dat maar werkt. Het marketingtechnisch hebben we niks fout gedaan. Dat kan je wel vaststellen. Nee, dat gaat goed. Alleen de verwerking van de orders, dat is een minpuntje bij ons. Het is niet dat ze hun spullen niet krijgen. Ze worden niet opgelicht. Ze krijgen echt zeker netjes hun producten, dus dat wordt helemaal gefixt. Alleen hun gevoel is misschien wel zo en dat vinden wij heel slecht. Ja, en dat is kut, want die mensen die willen gewoon niet meer bestellen. En wij denken leuk een actie te doen van jongens, kom naar onze webshop, onze kwaliteit. Onze goeie nieuwe service, gekke producten inderdaad. En dan moet je een week wachten. Ja, dan ga je niet meer voor de 2e keer bestellen. Nee, en dat is een beetje het hele doel van de promotie is mislukt. Wij wilden klanten binnenhalen. Maar ja, als je dan je service zo bagger en slecht is. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we het gewoon niet kunnen. Ja, dan houdt dat op. En in januari gaan we kijken naar een nieuw systeem. Met scannen en allemaal dat echt. Ja, maar dat is achteraf allemaal. Maar dit zijn fouten, moet je van leren. Ja. Hoort bij de onderneming. Ja. Moet je positief over nadenken om het op te lossen. Maar we zijn nu gewoon bezig alles op te lossen. We proberen ook nog eens vlogs online te houden. Maar we lopen gelukkig een week vooruit. Dus we hoeven deze hele week eigenlijk niet echt vlogs op te nemen. Waarom zijn we dan nu wel aan het vloggen? Omdat dit ook natuurlijk weer slim is om aan jullie te vertellen. Want dan weet iedereen ervan. Want anders is het gewoon niet meer te doen bij de klantenservice. En ik wil niet dat jullie het gevoel hebben dat we jullie aan het oplichten zijn, want dat is echt want er staan gewoon hele nare reviews dat ik denk van misschien kan ik het begrijpen dat je iets uit emotie zo snel zegt, maar je wordt echt niet gescand bij ons. Nooit. Echt niet. We doen er alles aan om te zorgen dat je spullen krijgt, want er is niks erger dan opgelicht worden op het geld wat jij verdiend hebt. Dat kan niet. Maar het gebeurt wel Alleen wij willen dat niet, dat is niet de bedoeling van onze hele webshop. We willen gewoon dat waar jij voor betaalt, waar jij knijterhard voor hebt gewerkt, dat geld wil je dus bij ons inleveren om producten te halen. Daar hebben wij ontzettend veel respect voor, alleen daar gaan we nu niet respectvol mee om, omdat we het niet aankunnen, maar we willen het wel. Ja. Maar nu is snel dozen halen, want... Ja, want er was ook een review die zei van het is waarschijnlijk gewoon te mooi en waard zijn geweest, weet je wel. Ik ben erin getrapt, helaas. Ja. Maar de actie, dat was ook gewoon bijna te mooi en waard zijn en daardoor zijn er zoveel orders binnengekomen. Ja. Maar ja, we gaan het gewoon echt fixen. Ja. Ja, we gaan het Waar fixen. Was het eigenlijk? Daar toch? Ja, het was bij de A27. Ja, dus jongens, we gaan het fixen, we gaan strijden en we kunnen dit, jongens. Ooit, ik zeg altijd, bij ieder probleem is een oplossing, alleen de vraag is altijd wanneer is de oplossing? Ja. Dat is echt zo. Ja, maar het is gewoon altijd. Ook kut dat het in een verhuizing zit nu. Ja, maar dat is geen excuus. Nee, dat hadden we niet moeten doen. Nee, klopt. Ja, Onze fout. Ja, onze fout. Helaas. Het grootste bedrijventerrein van Almere. Echt prachtig mooi hier ook. En hier zit een bedrijf, dat is niet normaal hoe groot dat is. Dat is echt, die hebben al die foutjes die wij nu allemaal maken hebben we al gemaakt. Dat hebben ze al van geleerd. Ja, ook deze of die? Hier ook deze. Deze? Ja. Die met dat zwembad? Ja, dit is dus het bedrijf met dat zwembad. Ik dacht dat alleen vuilniszakken deden. Ja, dat ook. Ja, hier, hij geeft echt deze aan, ook als ingang. Ja, nou, dok 1. Nou, de dozen ingeladen. Ook nieuwe dozen, grote dozen. Ja. En we hebben ook meteen met deze partij hadden we ook al afspraken gemaakt om eventjes wat groter in te kopen bij hun. Ja. Misschien wel voor betere prijzen. Hier kunnen kopen. Ja, ze zijn nu eventjes prijzig omdat we het per stuk doen. Dus daar vragen ze nu echt een jackpot voor. Maar ze zeggen ook als jullie per pallet willen afnemen, dan kan dat. Maar dat is allemaal voor later. Dat is dus nu allemaal niet prioriteit. Dat gebouw dat we ooit hebben aangebeld van... Ons vliegtuig ligt in jullie tuin, mogen we hem terugpakken? Dat is dit de hek. Dat is deze, kijk. Met die vuurwerkstraaljager vlogen we door het hek heen daar. Snel, snel. Gas, 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 gas. Die gaan niet goed. Niet. Die gaan niet goed. Nee. Die gaan niet goed. Nee. Die gaan niet goed. Jawel, hou hem. Hou hem hoger. Uh-oh. Oh, fuck. Dat was het hek. Yes. Toen waren we aan het vliegen met de drone en toen was hij daar inderdaad gecrashed. En daardoor had er iemand gesproken en die zei ja, pak hem maar. En die vertelde over het zwembad, sportschool, alles zat daar binnen. Stash House. Stash House, nu dat weer droppen, dan is dat in ieder geval opgelost. Dan hebben ze weer doos, kunnen ze in ieder geval verder. Ze kunnen nu sowieso verder hoor. Ja. Alleen dit is eventjes extra voorraad nog. Dus ook grotere dozen, zodat grote bestellingen ook meteen ingepakt kunnen worden. Het is nog relatief vroeg, dus dat gaat wel goed komen. Maar alles inpakken gaat sowieso niet lukken. Ik weet niet wat we kunnen filmen bij Stash House, want ook daar is paniek. Druk, ja, dus dat is gewoon, dat is niet fijn als je in een panieksituatie een camera op je hoofd krijgt of dat je dat dan gefilmd wordt. Want vaak wil je negatieve dingen niet laten zien aan anderen. Hè. Dat is nou helemaal een feit. Wij kiezen ervoor om het dus wel te doen. Om te laten zien dat dat ook hoort bij ons bedrijfsleven. Ja, we nemen jullie mee en dan nemen we jullie ook zeker mee met dit soort dingetjes. Snel die dozen afleveren. Bakken, allemaal andere zooi wat hierin ligt, dat weggooien. Ja, we wilden eigenlijk afval weggooien, maar ja, dat moet ook nog ooit gebeuren. Ja, nooit wetende dat het zo gaat. Dat vandaag het ding is. Nou, de dozen gaan hier ook naar binnen. Ondertussen is het allemaal candy4you.nl en check dit. Dit is gewoon allemaal omdozen die al gewoon leeg zijn gegaan. Dat is echt niet normaal. Dit is ook allemaal candy4you.nl. Het is echt insane, heel druk hier. Hoi hoi. Dan gaan we hier even checken. Ja, het ligt allemaal gewoon helemaal ready om in te pakken. Hier, dit is ook gewoon een order van iemand die heeft gewoon dus 4 keer 2, dus 8 van die, 8 van die, blikjes los, gitkatjes tussendoor, het hele pakket. Het is echt ongekend. Net als deze pallet. We hadden nog maar 500 blikjes na de actie over. We hadden er bijna 3000, dus die pallet is gewoon bijna op. Het is echt bizar. Net als die breads die hier achter staan, zijn allemaal weg. Bizar. Hele mooie doosjes dit. Dat is beter hè, ja. Dit zijn hele mooie doosjes. Lekker stevige. Ja, hier kunnen echt wat treetjes in. Dit zijn goede dozen. Dat is echt bizar. 187 pakketten al ingepakt net. Ja. En degene die het inpakken is dus vanaf 1 uur s'nachts bezig geweest vandaag. Dat is vanaf 1 uur s'nachts tot nu gewoon, die gaat non-stop door. Ik zie ook weer dat een nieuwe pallet is bezorgd. Ja, het is gewoon continu. Het is echt niet normaal. Ja, het is gewoon, want net als wat hier staat, dit is allemaal verkocht. Dit is allemaal verkocht, die breads is helemaal verkocht. Nou, dit zullen waarschijnlijk de M&M koekjes zijn die allemaal uitverkocht zijn. Ja. Ja, dit is dus weer gelukkig voorraad, want alle M&M koekjes die we hadden nog 900 zoveel stuks op voorraad staan. Die staat nu op 0, dus we kunnen het wel weer lekker aanvullen voor de mensen die nu kijken. Die denken, oh leuk, ik wil bestellen, dan kan dat. Weet je wel, deze video komt dus vandaag maandag online. Als je nu bestelt, heb je wel, kom je dus onderaan de stapel met alle problemen. Dit is gewoon dan kan je wel M&M koekjes, maar het is... Ja. Maar dan weet dan wel dat dat gebeurt dus. Ja. Dus als je nu bestelt, je kan gewoon bestellen. Zeker. Dat is geen probleem. Nee. We hebben het ook op de website neergezet, leeftijd 4 tot 5 werkdagen. Hoe het gewoon niet te doen is. Nee. Maar ja, we willen het gewoon... Ik ga even kijken wat we nog meer hebben. Wat is dit? Ja, het is meteen weer wat nieuws. Sorry. Het is meteen weer wat nieuws. De meest verkochte smaak is peach. Hey, ja. Oreo peach. Het is gewoon echt wel hele zieke Oreo koekjes. Het is gewoon een leuke handel dit. Het is, het blijft gewoon... We zijn toch nu in één keer weer blij. Nieuwe handel binnen. We hebben deze nooit gehad, hè? Nee, dit is gloednieuw. Dit hebben we nog nooit gehad. Peach Oreo koekje. Maar dit moeten we niet nu promoten eigenlijk. Dit is gewoon niet slim om... Maar ja, ik word weer gebeld. We hebben ook maar 2 dozen. Ik moet weer even opnemen. En ik weet ook, als deze vlog online is geweest en we kijken dit weer terug over 2 weken, dan is er niks aan de hand. Dan is er niks aan de hand. Er is geen paniek, is alles ingepakt. Alleen het is nu stress. Het is echt stress. Ja. Nou, we laten deze in ieder geval proeven. Iedereen heeft hier pauze. Dus ook voor mensen die zich afvragen, jongens, waarom zijn jullie in godsnaam hier aan het filmen? Ja. Ga helpen, ga inpakken. Wat zijn jullie aan het doen? Het is hier pauze en hun willen natuurlijk niet dat wij bemoeien met hun ding. Nee. Hun hebben hun techniek van inpak. Als wij daar tussen gaan lopen, loop je alleen maar in de weg. Ja. Voordat ze ons hebben uitgelegd, hadden hun al 20 orders kunnen inpakken. Ga dit lekker uitpakken, jongens, en niet bij ons komen. Precies, inderdaad. Dan ga ik jullie klantenserviceproblemen lekker daar op kantoor oplossen. Succes ermee en terecht. Ja, ook al die karren, helemaal vol. Ja. Dat is echt ongekend. Alles. Zoveel. Moet je ruiken. Oh, dat lijkt bijna een drankje. Het lijkt bijna zo'n drankje zo. Te gek. Zo zoet. Het is echt... Echt peach. Enorm heftig. Ja. Oreo met peach. Fantastisch. Ja, moet je op zeggen. Ja. Ja, dit is echt lekker. Als je deze nog meer kan krijgen. Ja, maar we hebben 2 dozen, 48 stuks. Dat is zo weg. Ja. Alleen, dat is altijd het ding. We weten niet wat het doet. Nee. Maar ja, nu hebben we het geproefd. Getest. Het is hartstikke lekker. Kunnen we meer inkopen. Ja. De datum is goed. En dat soort dingen. Net als de Twix, die hebben we gekocht. Ging als een gek. Hebben we nog geen eens geproefd, nog geen eens gepromoot. Gaan we wel even proeven ook nog een Twixie. Ja. De cookie dough. Ik dacht, dat is niet heel bijzonder. Is het niet uitverkocht? Hij is uitverkocht. Maar we hebben dan niet het probleem als wij nu proeven dat dan iemand hem niet krijgt? Maar het is nieuw. Dit staat nog helemaal niet op. Oké, dit staat er nog niet op. Dit staat er helemaal nog niet op. Oké, dat is belangrijk. Ja, dit zijn ze. Iedereen ging hier massaal lekker op. Geen idee waarom. Ik dacht oprecht, dit is gewoon eentje die je ook bij de Kruidvat kan kopen. Heb ik daarna nog opgezocht. Kan je dus niet bij de Kruidvat kopen, maar wel bij ons. Een paar mensen hebben hem nog mee kunnen pakken in de actie. Nou, die actie is, zoals jullie weten, gelukkig nu voorbij voor ons. Ja, een lekker Twix. We hebben even een vergadering gehad. Alles erop en eraan. Gaat goed komen, jongens. Het gaat zeker goed komen. Ja, en hun bieden ook al hun excuus. Hun zeggen ook, jongens... we hadden het allemaal niet verwacht. Ja, zeg ook even tegen jullie kijken. Dat het ook echt niet, dat we echt ons best... Maar ze doen echt hun best. Ja. Echt vanaf 1 uur s'nachts hier staan. Inpakken. 160 orders zijn er ingepakt. 2 uurtjes slapen, gaat hij vanavond weer door. Nou, het is heel zielig eigenlijk. Ja, en we willen helpen, hè. Ja. We zeggen ook van... Maar dat willen hun niet. Hun zeggen, jongens, jullie hebben ons daarvoor. Ja. Dit is ons probleem. Jullie hebben jullie, dus wij hebben ons probleem. Hun hebben hun probleem. Dus ja, ze gaan echt hun best doen. Laten we dan maar even deze proeven. Ja, ik snap het niet waarom dit zo hard is gegaan. Cookie dough. Ja. Ik snap het echt niet. Ja, cookie dough, hè. Dat is algemeen bekend bij zeker. Ben & Jerry, heel lekker. Nou, dankjewel. Gaan we even de cookie dough proeven. Hij ruikt al heel goed. Wow. Wow. Karamel in het midden. Cookie dough. Hij is een beetje zoutig. Zout? Proef je ook zout? Nee. Ik heb echt karamellaag. Ik denk die bovenkant is de cookie. Ja, cookie dough, ja. En dan met karamel. Ja, ik snap wel dat je dat gaat. Ja. We laten ze hier weer met rust. Ja. Oh, nu proef ik wat zout. Wel, hè? Ja. Ik had een korreltje zout nu. Had ik net dus ook. Ja. Nou ja, laten we in ieder geval weer snel weggaan. Achter onze computer gaan, alles weer fixen. Ja. Ja. Komt goed. Het is echt helemaal leeg, hè, trouwens. Al die stellingkasten weg. Ja. Alles, alles gaat verhuizen naar die andere kant. Dat gaan jullie de volgende vlog zien, trouwens. Ja. Alles wat verhuisd, gaan jullie de volgende vlog zien. Wordt prachtig. Wordt echt prachtig. Nou, snel weg, want er staat iemand onze deur in te meten. Kijk dan, jongens, dit zijn de Dubai-repen. Nogal veel. En we zeggen de hele tijd van check bol.com, maar onze foto gaat ook rond in een ander soort webshopje. Die foto wordt gebruikt. Die foto is van ons, maar dat zijn wij dus niet op bol.com. Nee, mensen nakken onze foto's. Ja, heel spijtig. Maar wij zijn daar dus niet op bol.com. Nee, wij zijn dat niet. Nee. Nee, nog niet. Dus als dat staat, dan staat er ook dat het vanuit Candy For You is. Ja. Dus niet vanuit andere webshops. Ik zie nu dat er mensen zijn, dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan, hebben ons foto gepakt en op bol.com gedaan, eerder dan dat het ons lukte. Maar wij wachten even op goedkeuringen, omdat wij ons aan regels willen houden. Wij zitten met onze websitebouwer, dat moet in één systeem en bla bla bla. En hun hebben dat niet, dat is lekker makkelijk online zetten en kopen. Precies. Maar wij zijn dat dus voor de duidelijkheid nogmaals niet. En dit zijn er dan 100 hoor. En ze worden even per stuk gecontroleerd. Ja, want dat proberen we toch altijd te doen. Het zijn wel kwaliteitsrezen. Maar het is en blijft wel een dingetje. Want wij leveren ze sowieso dan allemaal heel aan. Want wij checken dus alles. Gewoon allemaal per stuk. Het is ook allemaal dicht trouwens. Je krijgt ze niet open. Nee, dus het zit helemaal vast. Voor de mensen die denken dat voor bacteriën en zo, dat zit helemaal dicht. Alleen, af en toe krijgen we wel eens de vraag van, hé, mijn zit een scheurtje of wat dan ook in. Ik weet niet hoe de post ermee omgaat. Nee, de post kan natuurlijk helemaal gek gaan en weet ik veel wat. Zo, dat is even mijn gold edition. Kijk dan, en dit hou je hè. Het is en blijft handwerk. En uiteindelijk weet ik zeker, iedereen zit met twee handjes die reep krak door midden te breken. Ja, uiteindelijk gaat het toch wel kapot. Maar het is, prijzen van producten. Het zijn luxe repen dit. Dat zeker. Echt luxe repen. En die wil je heel hebben. En kijk, de lekkerste die er zijn. Het is een soort van, 100%. Soort van Pokémon kaart hè. Kijk, de een heeft wat minder goud. Ja. En de ander heeft heel veel goud. Ja. Dat is echt wel handwerk hoor dit. Ja, alles is anders hoor. Kijk maar. Ik ben wel heel benieuwd, wat vinden kijkers dan hier zo van? Stel je voor, want wij kopen dit natuurlijk in, nou dat weten jullie. Je hebt dit en je hebt dit. Deze is helemaal goud en deze heeft maar één stipje goud. Ja. En zoals deze heeft weer aan de onderkant ook weer iets meer goud dan die linker. Dus, maar dan krijg je bijvoorbeeld een mail dat iemand zegt, ja die van mij is niet helemaal goud. Of niet heel erg goud. Of dan krijg je in één keer een mail van, nee die van mij is te goud. Ja. Hoe zou jij ermee omgaan, zeg maar? Ja, het blijft een handgemaakt product. Ja, dat zeker. Maar ja, je kan niet iedereen tevreden houden. Zoals deze is ook weer meer aan de linkerkant en een stipje goud erop. Ja, het is allemaal echt allemaal even wat anders. Ja, het is inderdaad allemaal eventjes... Maar zelfs dan worden ze nog even gekeurd hier door de keurmeester. Dat zeker. Ja, ik wil gewoon sowieso zeker weten dat wij dit gewoon goed proberen te leveren. Nou, we gaan snel die repen afleveren. Of tenminste, ik ga nu snel deze video editen. Is deze video lekker snel online. En natuurlijk, alles komt helemaal goed. Geen paniek. Iedereen krijgt zijn pakketje. Geen stress, geen stress. Nee. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.